Goedendag, mijn naam is Giel Bakkum en ik ga jullie vandaag meenemen door het college anticonceptie en dysmenorreë. Anticonceptiemiddelen die worden gebruikt om zwangerschappen tegen te gaan en er zijn tal van soorten van. En die kun je opsplitsen in hormonale soorten, hier links weergegeven, zoals bijvoorbeeld de pil of het Mirena-spiraaltje. Maar er zijn nog vele andere soorten die we vandaag zullen bespreken. Aan de andere kant zijn er de niet-hormonale methoden. Denk aan een condoom, denk aan een koperspiraaltje. Sterilisatie van de man is hier in het plaatje weergegeven. Maar je kunt ook sterilisatie van de vrouw overwegen. En op het laatste plaatje zien jullie borstvoeding. Omdat we weten dat ook borstvoeding een manier is om natuurlijke conceptie te voorkomen. Vandaag in dit college gaan we ons vooral focussen op de middelen die door dokters worden voorgeschreven. Dus dat zijn enerzijds de hormonale middelen en aan de andere kant vooral het koperspiraaltje, wat ik vandaag zal uitlichten in dit college. Kort even wat cijfers. Dit zijn cijfers uit een steekproef onder vrouwen in de vruchtbare leeftijd en ook uitgesplitst naar leeftijd. En die zijn gevraagd van wat voor soort anticonceptie gebruik je en gebruik je überhaupt anticonceptie. Dan valt op dat de pil, dat is in deze cijfers samengenomen met de prikpil, maar dat is voornamelijk de pil eigenlijk ver weg het meest gebruikt is. En dat dat ook onder alle leeftijdscategorieën voorkomt. Nou, logischerwijs stijgt de mate waarin sterilisatie wordt gekozen met de leeftijd. Een spiraal, dat wint de laatste tijd aan wat populariteit. En omdat het wat langer blijft zitten, is dat ook vaak een keuze die op een wat oudere leeftijd wordt genomen. Condoomgebruik komt eigenlijk op alle leeftijden voor. En er is natuurlijk een periode waarin vrouwen zwanger willen worden, althans de meeste. En je ziet hier dat die piek vooral ligt tussen de 25 en de 34 jaar. En dat is dan natuurlijk ook een moment waarop vrouwen bewust geen anticonceptie gebruiken. En voor de rest zien we dat vrouwen die geen anticonceptie gebruiken, dat er een piek is op de jonge leeftijd. En waarschijnlijk heeft dat te maken met het wel of niet hebben van een vaste relatie. De effectiviteit van de verschillende anticonceptiemethoden die wordt uitgedrukt in de zogenaamde Pearl-index. En officieel spreken we dan over het aantal zwangerschappen per 100 vrouwjaren. Nou, is dat een wat ingewikkelde methode om erover na te denken? Dus je kunt het ook opvatten, het aantal zwangerschappen dat optreedt als 100 heteroseksuele stellen gedurende 1 jaar samen zijn en dus ook regelmatig vrijen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een theoretische Pearl-index, dat is bij optimaal gebruik, en een praktische Pearl-index, waarbij bijvoorbeeld het vergeten van een pil of het scheuren van een condoom is meegenomen in de cijfers. Van de hormonale middelen en van het koperspiraaltje zal ik straks de Pearl-indexes per stuk bespreken. Maar het is goed om te onthouden dat als er geen anticonceptie wordt gebruikt, dan wordt dus ongeveer 85% van de vrouwen wordt binnen 1 jaar zwanger. En bij condoomgebruik ligt dat theoretisch rond de 2%, maar in de praktijk kan dat variëren tussen de 2 en de 28%. Voordat ik ga uitleggen hoe anticonceptie werkt, en dan met name de hormonale anticonceptieven, is het belangrijk om te begrijpen hoe de menstruele cyclus werkt. En daarvoor gaan we als eerste inzoomen op dit onderste deel van deze afbeelding, waarin je de opbouw van het baarmoederslijmvlies ziet. En de eerste belangrijke opmerking is dat we beginnen met tellen op het moment dat de menstruatie begint. Dus op de eerste dag van de menstruatie beginnen we met tellen. Dan zie je dat allereerst wordt het baarmoederslijmvlies afgestoten tijdens de menstruatie. Maar eigenlijk zodra dat klaar is, begint er alweer opbouw van een nieuwe hoeveelheid baarmoederslijmvlies. De reden dat dat baarmoederslijmvlies opbouwt, is om een ideale omgeving te creëren voor een eventuele bevruchte eicel om zich in te nestelen en uit te groeien tot een foetus en uiteindelijk zelfs een baby. En die eisprong die treedt op 14 dagen na de start van de menstruatie, tijdens de ovulatie, oftewel de eisprong. Belangrijk is om te weten dat periodieke onthouding, waarbij vrouwen tijdelijk
zich onthouden van seksuele activiteit, of in ieder geval van penetratie, rond de periode van de ovulatie, dat dat dus in theorie best betrouwbaar kan zijn. In theorie heeft het een Pearl Index van 4. In de praktijk is het echter zo dat spermacellen langere tijd kunnen overleven in de baarmoeder, waardoor er in ieder geval 3 dagen voor de ovulatie al gestopt moet worden met eventuele coïtus, tot zeker 3 dagen na de ovulatie. En bovendien kan het moment van ovulatie ook een klein beetje verschillen. En om die reden is het in de praktijk een niet hele betrouwbare manier van anticonceptie en zal ongeveer 1/4 van de vrouwen alsnog zwanger worden met deze methode. Een andere methode is via de lichaamstemperatuurmethode. Want vroeg in de ochtend, eigenlijk op het moment dat je nog in bed ligt, dat je nog geen lichamelijke activiteit hebt gedaan, ligt de lichaamstemperatuur lager voor de eisprong dan na de eisprong. En op die manier kun je dus een curve bijhouden van de lichaamstemperatuur en eigenlijk vrij nauwkeurig het moment van de eisprong achterhalen. Dit heeft in de praktijk ook een niet hele hoge betrouwbaarheid, omdat op het moment dat die eisprong dus gebeurt, moet je eigenlijk al 3 dagen of zelfs langer gestopt zijn met de coïtus. Dus zeker in de huidige maand heb je eigenlijk niks aan deze methode. En in de maanden daarvolgend kan er enige variatie zijn, waardoor het ook vrij onbetrouwbaar is. Andersom is deze methode wel veel gebruikt om het moment van ovulatie te ontdekken, om juist op dat moment te gaan vrijen met als doel om zwanger te worden. Ik zal jullie straks leren dat hormonale anticonceptiva vooral werken door het remmen van de ovulatie en door het beïnvloeden van de opbouw van het baarmoederslijmvlies. En de ovulatie vindt plaats doordat de follikel begint uit te rijpen. En dat gebeurt eigenlijk heel logisch door een hormoon met een hele logische naam, namelijk het follikelstimulerend hormoon. Dit hormoon zorgt ervoor dat de follikel dus begint uit te rijpen en als het goed is na 14 dagen tot eisprong komt. De eisprong zelf wordt bewerkstelligd door het luteïniserend hormoon, het LH. En zoals je ziet verandert het follikel ook na de eisprong in het corpus luteum, oftewel het gele lichaam. Dus daar komt de naam vandaan. En dat luteïniserend hormoon dat geeft dus een piek precies rond die 14 dagen na de start van de menstruatie en zorgt daarmee dat de eisprong plaatsvindt. Dat corpus luteum, oftewel het gele lichaam, is de belangrijkste bron van progesteron. Progesteron wordt aangemaakt en dat zorgt, de naam komt er vandaan dat het zorgt voor progressie van de zwangerschap, oftewel progressie van het baarmoederslijmvlies. En het zorgt dan ook met name voor dat het baarmoederslijmvlies een soort transformatie ondergaat, waardoor het ideaal geschikt wordt voor innesteling van een eventuele bevruchte eicel. Als een zwangerschap optreedt, dus als die bevruchte eicel daadwerkelijk innestelt, dan zal het corpus luteum ook blijven bestaan. Ja, dus dan gaat het niet ten gronde, maar dan blijft de productie doorgaan onder invloed van het HCG, het zwangerschapshormoon. En dan zal de concentratie progesteron ook hoog blijven. Bij een cyclus waarbij er geen zwangerschap optreedt, daalt het progesteron op een gegeven moment weer. En je ziet dat dat ook het moment is waarop de menstruatie optreedt. Voor het lichaam is het tevens belangrijk dat in die fase dat er progesteron is, dat er niet nog een tweede eicel gaat uitrijpen. Dus daarom heeft progesteron een remmende functie op zowel het follikelstimulerend hormoon als het luteïniserend hormoon. En dat is dan ook tevens een van de belangrijkste werkingsmechanismen als we het gaan hebben over hormonale anticonceptie. Verder is het belangrijk dat de vrucht goed in de baarmoeder blijft zitten. En daarom zorgt progesteron er ook voor dat het baarmoederslijmvlies harder wordt.
minder doorgankelijk voor eventuele nieuwe spermatozoa. En ook dat is een belangrijk werkingsmechanisme van hormonale anticonceptie. Dus er ontstaat een soort slijmprop in de baarmoederhals. Als laatste hormoon is ook het oestrogeen heel belangrijk. En in het geval van het lichaams eigen stofje hebben we het dan over oestradiol. En je ziet dat oestradiol dat voor de ovulatie eigenlijk een piek laat zien. En dat is dan ook de belangrijkste reden dat het luteïniserend hormoon de piek volgt. En dat is ook de reden dat het baarmoederslijmvlies begint met opbouwen. Na de ovulatie volgt de estradiolspiegel eigenlijk vrij goed die van de progesteron. En samen zorgen ze dan ook voor die opbouw van dat baarmoederslijmvlies. En op het moment dat het begint te dalen ook uiteindelijk voor de afbraak ervan. En oestrogenen hebben vooral een effect op de opbouw, terwijl progesteron meer een effect heeft op de mogelijkheid tot innesteling. Dus die veranderen de kwaliteit van het baarmoederslijmvlies. Oestradiol heeft verder een remmende werking op het folliculstimulerend hormoon. Dus dat is een andere reden dat het folliculstimulerend hormoon na de ovulatie laag blijft en dat er dus niet een nieuw eicel uit zal beginnen te rijpen. Als we het dan hebben over de belangrijkste werkingsmechanismen die we toepassen op het gebied van hormonale anticonceptie, dan is dat dus met name progesteron, wat ervoor zorgt dat het baarmoederslijmvlies minder klaar wordt gemaakt voor een eventuele zwangerschap, of meer moet ik zeggen, excuus. Dat het FSH en LH wordt geremd door progesteron en dat er die slijmprop komt in de baarmoederhals. Verder bevatten sommige hormonale anticonceptiva bevatten ook oestrogenen en die zorgen voor een extra remming van het follicelstimulerend hormoon. En tezamen remmen die dus de eisprong, de ovulatie. Helaas hebben deze stoffen ook bijwerkingen. En als we het dan hebben over oestrogenen, dan is dat hoofdpijn, het gevoel van gespannen borsten, een beetje prikkelbaarheid wat optreedt op het moment dat die hormonen hoger zijn. En een belangrijk effect van oestrogenen is dat sommige tumoren, van bijvoorbeeld de borst of het baarmoederslijmvlies, die kunnen gevoelig zijn voor oestrogenen. En als iemand dus zo'n tumor heeft, dan kan het toedienen van oestrogenen zorgen voor een snellere groei van die tumor. Het is niet zo dat je er daadwerkelijk een eerdere kanker van krijgt, maar het is wel zo dat als je dus al een klein kankertje hebt, dat die harder kan gaan groeien onder invloed van oestrogenen. Progestogenen zijn meer berucht vanwege de stemmingsklachten, het premenstrueel syndroom, zoals dat ook wel wordt genoemd. Ze zorgen voor een toename in eetlust en gewicht. En de andere effecten zijn erg afhankelijk van of we het hebben over een progestogeen met androgene activiteit, zoals bijvoorbeeld levonorgestrel. En androgene moet je denken aan testosteron, dat is eigenlijk het belangrijkste androgeen. En progestogenen kunnen daar dus een beetje op lijken. Maar ze kunnen juist ook anti-androgene activiteit hebben. En dan heb je het over bijvoorbeeld ciproteron. In het geval van die androgene activiteit bevattende progestogene zien we juist een toename van de sekslust bij bijvoorbeeld pilgebruik. Maar zien we helaas ook een toename van acne, vette huid, vette haar. Anti-androgene middelen hebben juist het tegenovergestelde effect. Daarvan kan het libido afnemen en kan het acne toenemen. En de tromboseneiging, ik zie dat ik die bij de oestrogenen niet heb genoemd, maar bij de oestrogenen is dat eigenlijk de belangrijkste bijwerking. En dat waarschijnlijk is het zo dat progestogenen met anti-androgene activiteit dit effect nog iets verhogen, terwijl dat dus bij de androgenen minder het geval is. Maar als we het straks gaan hebben over trombose, moet je vooral denken aan de oestrogenen. Nou, er bestaan hormonale anticonceptiva die combinatiepreparaten zijn. Dus dat wil zeggen, er zit zowel een oestrogeen in als een progestogeen. En er zijn hormonale anticonceptiva die alleen progestogenen bevatten. Probeer voor jezelf vast te bedenken wat hier op de plaatjes zichtbaar is.
En dan gaan we dat straks gaan we dat één voor één bespreken. En hier in het groen de voordelen van de middelen en in het rood mogelijke nadelen. Waarbij we dus zien dat combinatiepreparaten in theorie extra goed werken. Omdat ze dus een extra remming geven van het follicelstimulerend hormoon en daarmee een extra reden om geen ovulatie te laten optreden. Verder is het zo dat de werkzaamheid daardoor minder afhankelijk is van de therapie trouwens. Als er kortdurend een pil wordt overgeslagen, dan zal dat niet direct tot de zwangerschap kunnen leiden. En combinatiepreparaten kenmerken zich door een stopweek. Alle combinatiepreparaten hebben een stopweek. En in die stopweek bouwen we dus eigenlijk die daling van de progestogenen en oestrogenen, die bootje na, waardoor er een menstruatie optreedt. Strikt genomen noemen gynaecologen dat geen menstruatie, maar een onttrekkingsbloeding, maar een bloeding zal in ieder geval optreden. Het fijne aan de combinatiepreparaten is dat je die bloeding kunt timen. Want we zullen straks bij de progesterone geen alleen preparaten zien, dat daar ook een enkele keer bloedingen voorkomen, maar dat die dus niet te timen zijn. En in principe geven deze middelen een verlaagd risico op het krijgen van verschillende carcinomen. Maar zoals ik net al uitlegde, als er toch een carcinoom is, dan kan het wat sneller gaan groeien onder invloed van deze middelen. Wat ik vertelde over de cycluscontrole, dat kun je ook zien als een nadeel. Ja, want er treedt dus iedere maand een bloeding op. En je zult zien dat dat bij de progestageen alleen preparaten, dat dat vaak minder frequent is dan één keer per maand. Groot nadeel van de combinatiepreparaten is het tromboserisico. Daar gaan we straks bij de middelen specifiek gaan we daar nog wat dieper op in. Nou, aan de andere kant dus de progestogeen alleen preparaten. Die kenmerken zich door minder bijwerking en met name het tromboserisico wat minder optreedt. Geen stopweek, daardoor in totaliteit vaak minder bloedverlies. Maar als, zoals ik net al zei, kunnen doorbraakbloedingen op onvoorspelbare momenten optreden. Juist omdat die therapie trouwens zo belangrijk is, zijn er maar weinig progestogeen alleen preparaten die je iedere dag moet innemen. En de meeste zijn dan ook langer werkende toedieningsvormen. Denk aan een Mirena-spiraaltje, of een implantatiestaafje, of een prikpil. En eigenlijk geldt dus alleen voor de minipil dat die erg afhankelijk is van de therapie trouw. Oké, dan gaan we als eerste de combinatiepillen bespreken. En er zijn verschillende manieren om die in te delen. En onafhankelijk van de indeling spreken we over een Pearl-index die vrij goed is. Hè? Dus 0,35 tot 0,5, dat betekent dat dus maximaal 0,5% van de zwangeren in een jaar, of van de vrouwen in een jaar zwanger zal worden, ongewenst. De eerste manier van indelen is in de hoeveelheid fases. Ja, dus de meeste pillen zijn één fase pil, wat wil zeggen dat elke pil dezelfde samenstelling heeft. Dat ten opzichte van meer fase pillen, waarin er per hoeveelheid dagen, en dat kan 5, 6 en 10 dagen zijn, of 3 losse weken, een andere dosering van de oestrogenen en progestogenen is. Even terug naar die eenfase pillen. Die kun je weer opdelen in de 50-pil, de sub-50-pil en de sub-30-pil. En het enige wat dat zegt is de hoeveelheid ethinyl-estradiol die in de pil te vinden is. In het geval van een 50-pil is dat 50 microgram. In het geval van een sub-50-pil is dat meer dan 30, maar minder dan 50 microgram. En de microginon 30 is hier bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. En als laatste kun je het hebben over de sub-30 pillen. En dat zijn middelen met nog minder oestrogenen erin. Overigens betreft het niet altijd ethinyl-estradiol, maar kunnen het ook andere oestrogenen zijn die in deze pillen zitten.
Dan de meerfasepillen. Ja, daar verschilt het dus, zoals ik al zei. En grappig om je te beseffen is dat 777, dat is dus 3 weken. Dus die laatste week is een stopweek. En er bestaan ook meerfasepillen die je wel de hele maand moet slikken. Alleen dan is 1 week vervangen door placebopillen in plaats van een stopweek. En dat is dan met als doel om de therapietrouw te vergroten. Maar het is vaak ook een grote commerciële truc, want die middelen zijn over het algemeen veel duurder in gebruik. En de laatste manier om het in te delen is naar generatie. Dat heeft te maken met de chronologie waarin ze op de markt zijn gekomen. En allereerst kwamen de 50 pillen op de markt. Dus als je het hebt over een eerste generatie pil, heb je het eigenlijk over een 50 pil met levonorgestrel. Dus geen andere soorten progestagenen, maar alleen de levonorgestrel. Al vrij snel daarna kwamen de tweede generatie pillen. En die werden gekenmerkt door minder oestrogenen, met als doel ook minder bijwerking. En dan dus met name dat tromboserisico wat optreedt. En dan hebben we het dus over de sub-50 en de sub-30 pillen met levonorgestrel als progestageen. Als derde generatie zijn diezelfde hoeveelheden oestradiol zijn gecombineerd met andere progestagenen en dan dus met name met de progestagenen met een anti-androgene werking, waardoor er minder acne optreedt. Het doel was ook minder emotionele bijwerkingen, maar helaas mogelijk dus meer tromboserisico. Dat tromboserisico is hier weergegeven. En vrouwen in de vruchtbare leeftijd die geen pil gebruiken, die hebben een absoluut risico van ongeveer 1 op de 10.000 op het krijgen van een diepveneuze trombose. Vrouwen die een tweede generatie pil gebruiken, en dat is de meest voorkomende pil, hebben een 2 keer zo hoog risico. En in absolute zin is dat dus nog vrij laag, namelijk 2 op de 10.000, maar het is wel 2 keer zo hoog. Vrouwen die een derde generatie pil gebruiken, hebben nog weer een 2 keer zo hoog risico. En zeker als je het gaat combineren met genetische afwijkingen, zoals het factor 5 lijden, wat aan zich al 6 op de 10.000 risico geeft, maar gecombineerd met de pil geeft dat zelfs 30 op de 10.000 risico. Dus dan zeggen we, dan is het risico eigenlijk te hoog geworden. Over het algemeen zeggen we verder gezonde vrouwen. Mogen veilig een tweede of een derde generatie pil gebruiken. Maar op het moment dat ze extra risicofactoren hebben, zoals oudere leeftijd gecombineerd met roken, we weten dat migraine een extra risicofactor is, of dus genetische afwijkingen zoals dat factor 5 lijden, dan is dat reden om een pil te ontraden. Nou, wat kies je nou als je komt, als jij moet voorschrijven van een vrouw met een pilwens, dan is het eigenlijk het meest standaard om te kiezen voor een tweede generatie sub-50 pil. Oftewel de Microgynon 30 met 30 microgram ethinyl-estradiol en 150 microgram levonorgestrel. Dat doen we omdat er in principe geen reden is voor het kiezen van een meerfasepil. Zoals ik zei, die zijn vaak duurder, maar even effectief. Er is bij de gemiddelde vrouw geen reden om te kiezen voor een sub-30 pil, want de werking daarvan is iets minder. De bijwerkingen zijn ook iets minder, dus er wordt in uitzonderlijke gevallen wordt ervoor gekozen bij vrouwen die veel bijwerkingen ervaren. En er is in principe ook geen reden om te kiezen voor een 50 pil, tenzij vrouwen bijvoorbeeld erg zwaarlijvig zijn. Maar dat is een specialistische indicatie voor de gynaecoloog, want ook daar treden meer bijwerkingen op. Er kunnen wel redenen zijn om te kiezen voor een derde generatie pil, bijvoorbeeld als vrouwen veel last hebben van acne. Maar dan is het dus wel belangrijk dat je dat tromboserisico goed in ogenschouw neemt. Zoals ik zei, contra-indicaties zijn vrouwen met een verhoogd tromboserisico. En dat kan in de voorgeschiedenis zijn, dus eerdere trombose. Dat kan zijn genetisch, zoals dat factor 5 lijden. En roken onder een leeftijd van 35 geeft ook een iets verhoogd risico, maar boven de 35 zeggen we geeft het een te groot verhoogd risico.
En om die reden is roken gecombineerd met de leeftijd van boven de 35 jaar een contra-indicatie. Net als rooksters die tevens migraine met een aura hebben. En natuurlijk kunnen we dit ook beter niet geven aan vrouwen die bekend zijn met hormoonafhankelijke tumoren. Want zoals eerder gezegd kunnen die daarvan gaan groeien. Er zijn interacties en dan met name met leverenzym-inducerende middelen. En dan voornamelijk die werken op het Cytochrome P450 systeem en dan subunit 3A4. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het anti-epilepticum carbamazepine. En ik ga straks uitleggen hoe dat dan zit met die interactie. Belangrijk is dat het in principe werkt vanaf het moment dat je het gaat gebruiken. Maar het is geregistreerd om te starten op de eerste dag van de menstruatie. En als je later start, dan wordt geadviseerd om in ieder geval tot de volgende cyclus een extra barrière middel, zoals bijvoorbeeld een condoom, te gebruiken. De kosten zijn te overzien. Afhankelijk van welke pil je kiest, zijn die tussen de 2 en de 10 cent per dag. En bovendien wordt het middel tot 18 jaar volledig vergoed. Tot 21 jaar is het een verzekerd middel, maar wel met eigen risico. En boven de 21 jaar is het middel volledig voor eigen kosten. Zoals beloofd, de CYP-interactie uitgelegd. Eerst even algemeen. CYP-interacties die zetten substraten hier aan de linkerkant om in metabolieten. En dat kunnen substraten zijn die inactief waren en die door het cytochroom P450 juist actief worden. Of dat kunnen substraten zijn die actief waren en geïnactiveerd worden. En dat onderste dat is voor het merendeel van de geneesmiddelen is dat wat er gebeurt. Die CYP-enzymen die kunnen beïnvloed worden met CYP-inducers. Die zorgen dat de enzymen harder gaan werken. Of CYP-inhibitors die zorgen dat de enzymen minder hard gaan werken. Nou, stel we combineren zo'n middel met een inhibitor, dan zal je dus zien dat er meer actief geneesmiddel is, omdat het verminderd wordt omgezet in de inactieve vorm die uiteindelijk wordt uitgescheiden. Combineren we het echter met een inducer, dan zal je zien dat die omsnelling sneller gaat, waardoor je minder actieve vorm van het geneesmiddel hebt en dus ook minder effectiviteit. Hier is dat weergegeven voor de verschillende middelen die we gebruiken. En in het geval van de hormonale anticonceptiva gaat het dus om het CYP3A4. Inducers voor dat CYP3A4, dat zijn dus onder andere carbamazepine, maar ook Sint-Janskruid, wat een homeopathisch geneesmiddel is, of een natuurgeneesmiddel moet ik zeggen, tegen bijvoorbeeld depressies, en rifampicine, wat een sterk werkend antibioticum is, wat gelukkig maar zelden geïndiceerd is. Bijvoorbeeld bij tuberculose is het geïndiceerd. Maar dit is dus niet een interactie die je veel zal tegenkomen. Die met carbamazepine daarentegen wel, want epilepsie komt vrij veel voor. En wat er dus gebeurt als je zo'n inducer geeft samen met een van deze middelen, is dat de omzetting versneld wordt in de inactieve vorm. Dus je hebt minder actieve vorm over en meer inactieve vorm. Gevolg is dat de werking afneemt. En hoeveel die werking precies afneemt, dat is moeilijk te zeggen. Maar zeker als je deze middelen gebruikt om zwangerschap te voorkomen, dan wil je er natuurlijk op bedacht zijn, gegarandeerd zijn, dat je veilig bent. En om die reden is het dus belangrijk voor eigenlijk de middelen die hier links genoemd staan, dat je die niet combineert met middelen zoals carbamazepine. Grappig om je te beseffen is dat er eigenlijk maar één progestageen is waar dat niet voor geldt. En dat is de medroxyprogesteron die we gaan tegenkomen bij de prikpil. Even een korte vraag om wakker te blijven. Is het dan veilig om een combinatiepil zonder stopweek door te gebruiken? Het antwoord erop is zonder meer ja. Het is veilig. Maar je moet je beseffen dat je
dan dus het gewenste effect van het toevoegen van die stopweek en ook van het toevoegen van die oestrogenen, dat je dat eigenlijk niet meer gebruikt. Dus die 4-wekelijkse cycluscontrole, die heb je dan niet meer. En in plaats daarvan ga je het eigenlijk gebruiken als zijnde een progestageen alleen pil. En dan is er dus meer kans op onvoorspelbare doorbraakbloedingen. Maar dat is het enige nadeel. Voor de rest zijn er geen nadelen aan het gebruik van, aan het doorgebruiken van een combinatiepil zonder stopweek. Dat geldt ook voor andere combinatiepreparaten, zoals de vaginale ring. En de vaginale ring die bevat een combinatie van ethinylestradiol en etonorgestrel. En de Pearl-index bij praktisch gebruik is 0,7. Dus dat betekent dat 0,7% van de vrouwen die dit gedurende een jaar gebruikt, ongewenst zwanger wordt. Het is een siliconen ring, die wordt gedragen in de vagina top. En die wordt door de vrouwen zelf ingebracht. En die blijft daar dan gedurende 3 weken in principe onafgebroken zitten. Maar hij mag af en toe eruit, bijvoorbeeld tijdens het vrijen. Hij kan ook blijven zitten tijdens het vrijen. Maar als dat ongewenst is, dan kan hij dus gedurende maximaal 3 uur kan hij worden verwijderd. Dit middel dat werkt systemisch. Dus dat betekent dat ondanks dat hij vrij dicht bij de voortplantingsorganen wordt gedragen, werkt het doordat het hormonen eigenlijk door het hele lichaam afgeeft. En daarom is het ook belangrijk dat je beseft dat eigenlijk de contra-indicaties en de interacties hetzelfde zijn als de combinatiepil. Dus het geeft een verhoogd tromboserisico. Je mag het niet gebruiken bij hormoongevoelige tumoren. En in combinatie met bijvoorbeeld carbamazepine moet je daar dus ook rekening mee houden. Hiervoor geldt ook dat het officieel alleen werkt als je het start op de eerste dag van de menstruatie. Gebruik je het langer, dan zou je een condoom moeten gebruiken gedurende de tijd tot de volgende menstruatie. Maar in de praktijk zal het waarschijnlijk grotendeels al werken. Eén pil is dus geschikt voor 3 weken. Daarna draag je hem 1 week niet. Dat is de stopweek waarin de onttrekkingsbloeding zal optreden. En na die stopweek gebruik je een nieuwe ring. En een ring kost ongeveer €5,80. En dat zijn dan ook de maandelijkse kosten die gepaard gaan met deze vorm van anticonceptie. Dat is allemaal heel vergelijkbaar met de anticonceptiepleister. Alleen die draag je natuurlijk niet vaginaal, maar op de huid. Er zit net weer een ander progestageen in. En de Pearl-index die is ongeveer hetzelfde. Anders dan de ring is een pleister bevat genoeg hormoon voor 1 week. Dus je plakt gedurende de eerste 3 weken steeds 1 week een pleister, vervangt hem dan na die week voor de volgende. Dat doe je 3 keer achtereen en de 4e week doe je dat niet. En dan kom je uit op kosten van ongeveer €9,42 per maand. Zowel voor de ring als voor de pleister geldt, net als voor de combinatiepil, dat je die ook kunt doorgebruiken zonder stopweek, zonder dat dat hele grote negatieve gevolgen heeft. Maar houd je dan wel aan de periode waarvoor de pil, of sorry, de ring en de pleister geschikt is. Dus draag dan gewoon iedere week een nieuwe pleister of iedere 3 weken een nieuwe ring. Dan maken we kort even een uitstapje naar een niet-hormonale vorm van anticonceptie, maar wel eentje die door dokters moet worden voorgeschreven en ook ingebracht. En dat is het koperspiraal. En het koperspiraal, ja, dat bevat 380 vierkante millimeter aan koper. Niet meer en niet minder. En dat koper, dat zorgt ervoor dat het baarmoederslijmvlies eigenlijk een soort ontstekingsreactie krijgt. Waardoor het innestelen van eicellen die bevrucht zijn, wordt voorkomen. Dat is ook tevens het enige werkingsmechanisme. Het is niet zo dat de ovulatie door deze middelen geremd wordt. En het is dus ook niet zo dat de opbouw van het baarmoederslijmvlies verder geremd wordt. En door die ontstekingsreactie kan het zo zijn dat
er zelfs iets meer bloedverlies optreedt en ook iets meer pijnklachten tijdens de menstruatie. Dus het is een geschikt middel voor vrouwen die liever geen hormonen willen, maar het gaat wel gepaard met vervelende bijwerkingen. Het mag niet geplaatst worden als er anatomische afwijkingen zijn, zoals bijvoorbeeld myomen, congenitale afwijkingen of kankers. Omdat zo'n spiraal ook wat schade kan veroorzaken bij het inbrengen, is het belangrijk om van tevoren een SOA uit te sluiten. Want anders wordt die SOA eigenlijk omhoog gebracht en dan kan het een pelvic inflammatory disease geven. Uitsluiten betekent bij vrouwen die een risico hebben, daadwerkelijk testen. Of bij vrouwen die geen risico hebben, kun je het anamnestisch proberen uit te sluiten. Anders dan met de combinatiepreparaten is dit in principe direct werkzaam. Maar het is wel belangrijk dat als je het op een ander moment plaatst dan de eerste week na de menstruatie, dan kan het zijn dat mevrouw al zwanger was. En dat je daarmee dus de zwangerschap eigenlijk stuk maakt. Plaatsing kan pijnlijk zijn en daarom wordt er geadviseerd om rond de plaatsing een NSAID te geven. NSAID's zijn daarin, zoals diclofenac, ibuprofen, naproxen, zijn daarin vele malen effectiever dan paracetamol. En ik ga verderop uitleggen waarom dat zo is. Kosten, die zijn €69 voor het spiraaltje. Laat je door de huisarts plaatsen, dan is dat volledig verzekerde zorg. Maar laat je door de gynaecoloog plaatsen, dan kan daar nog enkele honderden euro's aan plaatsingskosten bijkomen. En dan is de werkingsduur voor 5 tot 10 jaar gegarandeerd. Een andere optie is kiezen voor het hormoonspiraal. En dat is het eerste progestogene-alleen preparaat wat we gaan bespreken. Er zit levonorgestrel in. En we hebben daar twee merken van, de Mirena en de Kilena. En de Kilena die bevat minder progestogenen dan de Mirena. En wordt om die reden door sommige vrouwen geprefereerd. Al is er geen wetenschappelijk bewijs voor een verschil in werking of bijwerkingen. De Pearl-index ligt, doordat er hormonen bij zitten, lager nog dan die van de koperspiraal. Met 0,1 tot 0,2% van de vrouwen die dit gedurende een jaar gebruiken, die ongewenst zwanger worden. Contra-indicaties zijn hetzelfde en ook hier is weer belangrijk om een SOA uit te sluiten. Interacties zijn er niet. En dat is misschien gek als je erover nadenkt, want de levonorgestrel die stond wel in het rijtje met CYP-interacties. Alleen anders dan de meeste andere hormoonpreparaten, of eigenlijk anders dan alle andere hormoonpreparaten, werkt een hormoonspiraal erg lokaal. Dus het is ook met name de progestageneffecten op die opbouw van de baarmoederslijmvlies, de progestageneffecten op die prop in de baarmoederhals die effect hebben. En minder de effecten op de remming van de ovulatie. Ook hiervoor geldt dat hij in principe direct werkzaam is, maar dat je alleen zeker bent dat er geen zwangerschap is als je hem plaatst in de eerste week van de menstruatie, na de menstruatie moet ik zeggen. Ook dit kan weer pijnlijk zijn waarvoor een NSAID is geadviseerd. Kosten zijn duurder met zo'n €132, maar dan ben je wel voor 5 jaar genoeg. Ook hiervoor geldt weer dat als je hem door de huisarts laat plaatsen, is dat volledig vergoed. En laat je hem door de gynaecoloog plaatsen, dan kan er enkele honderden euro's bij komen aan kosten. Nou, ik zei net al dat het vooral lokaal werkt. Maar zorgt zo'n hormoonspiraal nou voor de anovulatie, dus voor het tegengaan van de ovulatie, van de eisprong? En het antwoord daarvoor is in principe niet, maar in sommige gevallen wel. Blijkbaar is bij ongeveer 1 op de 3 vrouwen is er toch voldoende systemische werking om ook de eisprong te remmen.
En dat gebeurt systemisch, omdat LH en FSH niet in de geslachtsorganen worden gemaakt, maar in de hypofyse en het brein. Dus wil je ovulatie remmen, dan zul je op zijn minst systemische concentraties moeten bereiken die voldoende hoog zijn. Misschien wel vanwege die systemische versus lokale werking is de Pearl-index van een implantatiestaafje nog weer lager dan die van de hormoonspiraal. Met 0,03% van de vrouwen die dit gedurende een jaar gebruikt en dan ongewenst zwanger wordt. Het bevat het progestageen etonorgestrel en wordt onder de huid ingebracht en dan bij voorkeur subcutaan, dus vlak onder de huid, in de bicepsplooi van de niet-dominante arm. Daar kan het dan gedurende 3 jaar blijven zitten voor slanke vrouwen. In het geval van overgewicht is het effect voor gedurende 2 jaar gegarandeerd. En dat geeft dan iedere dag dat progestageen een klein beetje af. En omdat het systemisch gebeurt, hebben we hier dus wel te maken met een interactie met CYP-inducers. Ook hiervoor geldt dat het in principe direct werkzaam is, maar dat het alleen in de eerste week na menstruatie gegarandeerd geen zwangerschap afbreekt. En de kosten zijn erg laag met €1,82 voor 3 of 2 jaar. En ook hiervoor geldt weer dat dat exclusief plaatsing is. Dan de prikpil. Dit bevat medroxyprogesteron. En de goede opletters die weten nog dat dat dus het enige progestageen was dat geen CYP-interacties heeft met dat 3A4-enzym. En dat wordt ook wel depo-provera genoemd. De Pearl-index is vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld het Mirena-spiraaltje. En dit is een progestageen die intramusculair, dus dat wil zeggen in de spier, wordt ingebracht. En daar eigenlijk gedurende ongeveer 12 weken langzaam wordt afgegeven. En dat kost dan zo'n €20 per 12 weken. Ook hiervoor geldt dat het direct werkzaam is, behoudens dus dat eventuele afbreken van een zwangerschap als je niet in de eerste week doet. En een nadeel hiervan is dat de werkingsduur nogal verschilt per vrouw. Dus het is niet zo dat je na die 12 weken gegarandeerd weer van dit medicijn af bent. En in sommige gevallen kan het tot wel een jaar duren voordat de normale cyclus volledig is hersteld. Als laatste dan de minipil. Dat is de enige orale variant van de progestageen alleen preparaten. En bevat desorgestrel. Contraindicaties zijn er niet of nauwelijks. Wel weer rekening houden met die CYP3 en 4 interacties. En het grote nadeel van deze pillen is dat ze echt iedere dag op hetzelfde tijdstip moeten worden ingenomen. En ben je 12 uur of meer te laat, dan kan de anticonceptieve werking al niet meer gegarandeerd zijn. En om die reden is het dan ook belangrijk dat je bij het missen van 1 pil al gedurende een week aanvullende anticonceptie gebruikt. Dat maakt ook dat de praktische Pearl-index erg hoog is, met 1-5% van de vrouwen die dit gebruikt, die alsnog ongewenst zwanger wordt. Helemaal aan het begin heb ik verteld dat borstvoeding aan zich, dat ook anticonceptie werkt. Dus de conceptie remt. Maar dat is ook onbetrouwbaar. En om die reden wordt het vaak gecombineerd met de minipil. En het fijne aan die combinatie is dat de minipil minder dan al die andere middelen invloed heeft op de productie van de hoeveelheid borstvoeding. Dus om die reden wordt die combinatie vaak geadviseerd. Kosten zijn iets hoger dan bij de combinatiepil, namelijk €0,11 tot €0,13 per dag.
Nou, dat waren eigenlijk alle soorten anticonceptie die door dokters worden voorgeschreven. En nogmaals, er zijn vele andere soorten, zoals sterilisatie, zoals condoom, vrouwencondooms, etc. Maar dat valt buiten het bereik van dit college. Maar hoe maak je nou een goede keuze voor anticonceptie? Er is eigenlijk maar één antwoord mogelijk, en dat is dat je dat in shared decision making doet met de patiënt. Dus in samenspraak met de patiënten. En dat heeft ermee te maken dat de effectiviteit elkaar weinig ontloopt. Nou, zie je dat bijvoorbeeld zo'n minipil er wel negatief bovenuit steekt in hoeveelheid effectiviteit. Dus dat is zeker iets om ook aan de patiënten te vertellen. Maar het belangrijkste verschil tussen al deze middelen is eigenlijk het gebruiksgemak. En de mate waarin plaatsing invasief is. Ja, zoals al een spiraaltje. Zal niet voor iedere vrouw geschikt zijn, puur om het feit dat dat vrij invasief is om te plaatsen. Aan de andere kant, iedere keer een pil nemen is voor andere vrouwen weer ongemakkelijk. Dus het is belangrijk dat je een patiënt goed inlicht en dat je samen tot een beslissing komt. Oké, dan gaan we het nog even over dysmenorreu. En dysmenorreu betekent hevige pijn bij de menstruatie. En het behandeldoel bij patiënten met dysmenorreu is dan over het algemeen ook het tegengaan van die menstruele pijnen, van die menstruele krampen. Daar zijn verschillende opties voor. Niet-medicamenteus kun je een warme kruik adviseren. Dat is vrij effectief. Maar al snel zal dat voor veel vrouwen toch onvoldoende werken. En heb je eigenlijk daarna heb je twee stappen die je kunt kiezen. En de eerste stap is pijnstilling. Zoals gezegd, eerder al bij de plaatsing van het spiraaltje is een NSAID effectiever dan paracetamol. En dat is dus anders dan dat we normaal gesproken doen, hè. Normaal gesproken starten we mensen met pijn eerst op paracetamol en pas als dat onvoldoende werkt, dan gaan we een NSAID daaraan toevoegen. Maar omdat prostaglandines die geremd worden door de NSAID's een hele belangrijke rol spelen bij de uteruscontracties, oftewel de baarmoeder krampen, weten we dat NSAID's een hele goede werking hebben op deze pijnen. En het beste advies om te geven is dan ook om dat gedurende de drie hevigste dagen van de menstruatie te gebruiken. En daarmee ben je dus eigenlijk het symptoom van de pijn aan het behandelen. Maar je neemt de oorzaak, namelijk de menstruatie, neem je niet weg. En dat kun je wel doen, namelijk met hormonale anticonceptie. Dat staat in de richtlijn als zijnde tweede keus. Maar het is eerste keus wanneer een patiënt ook daadwerkelijk anticonceptie of cycluscontrole wenst. Dus dan kun je ervoor kiezen om die stap van de pijnstilling over te slaan. Bij hormonale anticonceptie heb je volgens de richtlijn keuze uit de combinatiepil of een hormoonhoudend spiraal. Waarbij je er bij de combinatiepil natuurlijk voor kunt kiezen om een doorgebruik te adviseren. Zodat ook de pijnen tijdens een stopweek niet optreden. Dus er bestaat specifiek hormoonhoudend spiraal, omdat in dit geval koperhoudende spiralen natuurlijk niet geschikt zijn. Omdat die juist een verergering kunnen geven van de hoeveelheid bloedverlies en de hoeveelheid pijn bij de menstruatie. Hoewel het niet in de richtlijn staat, is er eigenlijk geen reden om niet te kiezen voor een van de andere hormonale methoden zoals ik hiervoor heb genoemd. Want ook een prikpil, ook een implanon, ook een pleister of een vaginale ring zullen allemaal effectief zijn om de hoeveelheid pijn tijdens de menstruatie te verminderen. Of althans, de hoeveelheid menstruaties te verminderen en daardoor de hoeveelheid pijn. Een reden om hier niet voor te kiezen is natuurlijk als patiënten van plan zijn om zeer binnenkort zwanger te worden of hiervoor een wens hebben. Dan het begrip hypermenorreu. En hypermenorreu verschilt van dysmenorreu, maar komt toch vaak samen voor. Een hypermenorreu kenmerkt zich door abnormale hoeveelheden bloedverlies. Dus meer dan gebruikelijke hoeveelheden bloedverlies. En hoeveel dat is, dat kan per vrouw kan dat verschillen.
wordt vaak uitgedrukt in de hoeveelheid maatverband of tampons die gebruikt moeten worden tijdens een dag menstruatie. Grappig genoeg werken NSAID's hier ook goed voor. Ondanks dat jullie misschien in het pijncollege hebben geleerd dat NSAID's een iets verhoogde bloedingsneiging geven, is dat effect op die prostaglandines en daarmee dus de baarmoedercontracties dusdanig sterk dat er uiteindelijk ook minder bloedverlies optreedt op het moment dat er een NSAID wordt gegeven. En zeker als het samengaat met pijn, dan zijn NSAID's ook de eerste keuze in de behandeling. Alternatief kun je natuurlijk ook kiezen voor hormonale anticonceptie, zoals hiervoor genoemd bij de dysmenorrhee. Maar dat geldt natuurlijk niet voor vrouwen die zwanger zijn of binnenkort zwanger willen worden. En voor hypermenorrhee is er nog een derde optie en dat is de traanexaminezuur. Traanexaminezuur is een antifibrinoliticum, wat betekent dat het de afbraak van stolsels remt en daarmee dus stolsels in stand houdt en bloedingsverminderend werkt. Zoals je je misschien kunt voorstellen, geeft traanexaminezuur ook een verhoogd tromboserisico. Dus als er ergens in het lichaam een trombose is die niet opgeruimd kan worden omdat je traanexaminezuur geeft, dan zal dat erger worden. En dat is dan ook een reden dat het gecontraindiceerd is bij verhoogde tromboseneiging, of dat nou in de voorgeschiedenis was of dat familiair bepaald is. En dat je het ook niet mag combineren met de oestrogeen bevattende hormonale anticonceptiva en dan met name de derde generatie hormonale anticonceptiva. Het is belangrijk om nog te weten wat er gebeuren moet op het moment dat iemand de pil vergeten is. En daar heeft het Nederlandse huisartsgenootschap een heel mooi stroomschema voor gemaakt. Belangrijk is om te beseffen dat het hier natuurlijk gaat om een combinatiepil. Want een minipil, een progesterone alleen pil, is al bij meer dan 12 uur te laat, is dat al reden om aanvullende anticonceptieve maatregelen te nemen. In het geval van een combinatiepil spreken we pas over een vergeten pil als die meer dan 12 uur te laat is. En gaat het dan om één pil, dan is er eigenlijk niks aan de hand, onafhankelijk van welke weken van de cyclus het is. En dan kun je de pil alsnog innemen en dan zijn er geen aanvullende maatregelen nodig. Gaat het om twee of meer pillen, dan is er vooral in week 1 een potentieel probleem. En de reden daarvoor is dat je in die eerste week, als je dan pillen mist, dan weet je niet zeker of je de ovulatie uiteindelijk voldoende hebt geremd. Dus ben je twee of meer pillen vergeten in de eerste week, dan is het belangrijk om de laatste pil alsnog in te nemen. En in het geval van onbeschermde seks ook noodanticonceptie te overwegen. Daar ga ik straks meer over vertellen. En in ieder geval, totdat de pil weer 7 dagen continu is ingenomen, aanvullende anticonceptie in de vorm van een beschermingsmiddel zoals een condoom te gebruiken. In week 2 is er veel minder aan de hand. En dat komt dus omdat je eigenlijk al overtuigd bent dat je de ovulatie voldoende hebt geremd, omdat die pas aan het einde van week 2 optreedt. Gaat het dan om 2 of 3 pillen, dan kun je eigenlijk zonder aanvullende maatregelen de laatste pil alsnog innemen. En pas als het 4 of meer pillen zijn, dan is het belangrijk om aanvullende anticonceptie te gebruiken totdat de pil weer gedurende 7 dagen is ingenomen. In week 3 is er eigenlijk ook niks aan de hand, alleen dan heb je 2 opties. En dat is zonder stopweek doorgaan met de volgende pil. Dus dan neem je de laatst vergeten pil alsnog in en dan ga je door met de stopweek door met de volgende strip zonder stopweek moet ik zeggen. Alternatief kun je ervoor kiezen om de stopweek eerder in te lassen. Dus dan doe je de laatst vergeten pil, neem je als eerste dag van de stopweek
En dan ga je dus eerder beginnen met de stopweken. Dan zal de menstruatie dus ook op het normale tijdstip of misschien iets eerder komen. En dan kun je na de menstruatie of op de eerste dag van de menstruatie kun je weer verder met het starten van een nieuwe strip. Kort nog even over de noodanticonceptie. He, dus dat zijn de morning after middelen. Die kunnen gebruikt worden als er onbeschermde seks is geweest, terwijl er ook geen anticonceptie werd gebruikt. Of dus in het geval van bijvoorbeeld een vergeten pil of een niet goed teruggeplaatste pleister, et cetera. Twee opties. Een grote hoeveelheid progestagene in de vorm van levenorgestrel 1,5 milligram. En dat doe je dan eenmalig. Dat heet de morning after pill, maar hij is effectief, het effectiefste als je binnen 12 uur inneemt, dus inderdaad de dag erna. Maar hij is tot 72 uur, dus dat is 3 dagen, is die nog effectief. Helaas is er een veel voorkomende bijwerking hiervan dat je misselijk wordt en kunt gaan overgeven. En als dat gebeurt, dan weet je natuurlijk niet zeker of die pil goed is binnengebleven. En om die reden moet het dus eventueel opnieuw op het moment dat de morning after pil binnen 3 uur is overgegeven. Andere bijwerkingen zijn het optreden van de vervroegde menstruatie of tussendoor bloedverlies. Ben je na die 72 uur of neem je liever geen morning after pill in, dan is er nog een alternatief in de vorm van een koperhoudend spiraaltje. En dat is effectief tot 5 dagen na de onbeschermde seks. Zoals eerder gezegd moet je bij een spiraaltje plaatsen altijd uitsluiten dat er een SOA is. Alleen omdat je hier te maken hebt met een noodanticonceptie wil je zo snel mogelijk dat spiraaltje plaatsen. En is er dus in sommige gevallen geen mogelijkheid om een SOA-test te doen. En in dat geval kun je ervoor kiezen om een spiraaltje te plaatsen onder een eenmalige gift antibiotica in de vorm van azithromycine, eenmalig, wat ook de behandeling is voor onder andere chlamydia-infectie. En daarmee voorkom je dus dat een eventuele SOA omhoog wordt gebracht in de baarmoeder en daar een pelvic inflammatory disease kan geven. Ook hiervoor kun je natuurlijk een NSAID geven rond de plaatsing. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit college over anticonceptie, dysmenorreu en hypermenorreu. En vragen kunnen jullie stellen via Canvas. Als je nog extra literatuur wil, nog even wil nalezen hoe het nou zit, dan kan ik in ieder geval de geneesmiddelteksten over de hormonale middelen op het farmacotherapeutisch kompas aanraden. En de huisartsenrichtlijn van het Nederlandse huisartsengenootschap NHG. Nou, bedankt voor de aandacht en tot het volgende college.